Het gedrag van een lerares van de Zoetermeerse Da Vinci Basisschool was ontoelaatbaar. Dat zegt directeur Spruit van de koepelorganisatie van Zoetermeerse Basisscholen, OPOS. Donderdag maakte het OM bekend dat de lerares en de directeur niet vervolgd worden wegens gebrek aan bewijs. Ouders beschuldigden de leerkracht van fysiek geweld en seksueel misbruik. De Koningin Julianabrug in Alphen aan de Rijn is voor alle verkeer, inclusief de scheepvaart, gesloten. Het bouwwerk is aangetast door roest. De kans bestaat dat de brug het zal begeven. Volgens de gemeente is de laatste jaren regelmatig onderhoud gepleegd. Bij een controle deze week bleek de staat van de brug slechter te zijn dan een jaar geleden. Ruim 8000 gevaarlijke pillen zijn de afgelopen weken gedumpt in prullenbakken in het Alphense recreatiegebied Zegersloot. Het gaat om medicijnen tegen suikerziekte, hoog cholesterol en angstaanvallen. Bij verkeerd gebruik kunnen mensen onder meer in coma raken of ademhalingsproblemen krijgen. Delftenaar Ronald P. is door het gerechtshof veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op Christel Ambrosius in 1994 in Putten. In de zogeheten Puttense moordzaak werd Ambrosius gewurgd, verkracht en de keel doorgesneden. Ron P. kwam als verdachte in beeld toen zijn DNA overeenkwam met materiaal uit een spermavlek op het slachtoffer.